Hoi en welkom weer op mijn kanaal. Leuk dat je weer kijkt. In mijn vorige video, of een van mijn vorige video's, liet ik je zien hoe ik mijn haarboter... ik liet het je niet zien hoe ik me maak. Ik liet je zien dat ik een zelfgemaakte haarboter heb. En in deze video ga ik je laten zien hoe ik hem heb gemaakt. Als eerste heb je nodig rauwe shea boter. Deze is gewoon puur natuurlijk, hier is nog helemaal niks mee gebeurd. Daarna pure kokosolie. Deze laat ik uit Suriname halen, maar je kan het bijvoorbeeld ook bij de toko halen of bij de tuinen. En dan tot slot voeg ik lavendelolie toe voor een lekkere geur, maar je kan bijvoorbeeld ook oranjebloesem gebruiken of een andere lekkere olie. Oké, allereerst wat je nodig hebt is een pannetje, een steelpannetje met een laagje water erin. Die zet ik op de kleinste pit. En ik zet hem iets hoger dan het gemiddelde. Vervolgens gebruik ik mijn glazen schaal. Zorg ervoor dat je een vuurvaste schaal gebruikt. En in die schaal doe ik mijn kokos. Die kokos had ik dus al gesmolten. Ik doe er ook een flinke lepel shea bij. Shea boter wordt overigens gemaakt van een noot. En komt uit Mama Afrika. Wordt ook wel karité genoemd in het Frans. Erg fijn spul, zowel voor je huid als voor je haar. En ik doe er toch nog een beetje kokos bij. Ik doe dit overigens echt op gevoel. Ik weet dat het niet echt fijn is voor sommige mensen. Maar zowel ja, koken en dingetjes bereiden, 9 van de 10 keer, doe ik alles op gevoel. Kokos ruikt trouwens echt fantastisch. Komt uit Suriname. En vervolgens... naar wens een aantal druppels lavendelolie. Het water staat iets hoger dan gemiddelde hitte. Ik laat het water gewoon zachtjes aan de kook brengen, zoals dat zo mooi heet. En intussen ga ik een beetje roeren, zodra de olie wat zachter wordt. Roeren door het schoteltje, door het schaaltje. En wachten tot het allemaal helemaal gesmolten is. Het schaaltje verwijderen uit het pannetje. Pas daarbij heel goed op, want er zit kokend water onder, dus er komt heel veel damp uit. Hopte. Het mengsel heb ik nu een tijdje in de koelkast laten stollen. En nu ga ik van start met de mixer. Dit is echt mijn favoriete onderdeel. Gewoon hoe je ziet hoe het mengsel transformeert van gestold naar dit. Een soort van slagroom is het bijna. Het voelt echt super lekker. In principe zou je het zo kunnen laten. Maar ik wil het toch altijd nog ietsje steviger. Kijk, ik kan het niet laten, dus ik moet een beetje smeren. Je ziet, je kan het dus ook voor je huid gebruiken. Niet alleen voor je haar. Ik vind het echt lekker om meteen na het douchen te gebruiken. Anywho, ik heb het dus nog één keertje laten stollen. En dan ga ik er aan de slag met de mixer. En hier heb ik een leeg potje waar ooit een crème in zat. Ik heb mijn pannenlikker. En met de pannenlikker ga ik het mengsel dat ik zojuist heb gemengd in het potje overbrengen. Zo, ik heb ineens een andere outfit aan. Nee, ik heb dit gefilmd op een andere dag. De batterij van mijn camera was leeg, oplader kwijt. Dus het tweede deel heb ik een andere dag gefilmd. Maar de boter is er niet slechter op geworden. Alleen maar beter. Anywho, laat me in de comments weten of je deze boter gaat gebruiken voor je huid en voor je haar. Of je het zelf gaat proberen. Het is niet super moeilijk. Het
Het enige wat een beetje spannend is, is dus met dat hete water, de kom boven het hete water en het eraf halen wanneer al die stoom eraf komt. Nu klinkt het echt zo dramatisch, maar als je dat eng vindt, vraag dan iemand om je te helpen. Vind me ook op social media, als je dat nog niet hebt gedaan, laat het daar linken, vind ik ontzettend leuk. Ik ben te vinden op Instagram, op Twitter, overal op het internet ben ik te vinden. Dus let's link up, vind ik ontzettend leuk. Voor nu dank ik je weer voor het kijken. Thank you for sticking around en ik zie je graag de volgende keer weer in een nieuwe video. Doei doei! Dus we zijn er weer. Ik ga even op het altijd al willen doen op camera. En mijn haar leeft weer.